Nou, en ook weer in deze regio's, hè, Rotterdam en Dordrecht, dan zie je natuurlijk ook dat de overbelasting van de zorg is, met name daar, heel fors. Dus ook om die reden moeten we gewoon daar de voet op de rem houden en als het nodig is nog harder induwen. Ja, Dordrecht werd luid en duidelijk genoemd gisteren, maar niet op een manier waarop je hoopt als Dordtenaar zijnde. Misschien als de cijfers verslechteren, winkels dicht, scholen ook weer dicht en zelfs een avondklok. Ja, dan zou ik gek worden. Ja? Ja, dan word ik gek. Dan word ik echt gek. Waarom? Wat zou je dan missen? Ja, je kan nog ineens je hond uitlaten dan. Of je kan nog ineens eventjes naar de supermarkt of wat dan ook. Ja, die vind ik eigenlijk wel heel heftig. Want ja, er is niks open. Dus hoezo avondklok? En hoe ga je dat controleren? Hoe zou het kunnen? Zijn Dordtenaren onvoorzichtiger? Dordtenaren zijn gewoon gezellig. Houden van gezelligheid. Dus ja, ik denk dat het daardoor komt. Ja, er zijn domme mensen die toch alles gaan doen. Dus toch even op dingen vieren of vakantie. Want de afgelopen maanden heb ik wel gezien dat eigenlijk niemand zich aan wat voor maatregel dan ook hield. Ja. Misschien gaan de scholen weer dicht in Dordrecht. Hoe zou je dat vinden? Ja, niet leuk, want dan krijg je weer via de computerles. Elkaar zien is veel leuker dan online. Samen met Rotterdam hadden we het meest. Ja. Zijn we toch nog ergens goed in. Ja. In de plaats van de voetbal. Zwembaden, casino's, sauna's, pretparken, allemaal dicht voor 2 weken minstens. En ook wederom de bioscopen, zoals de bioscoop hier achter me. En gisteravond zagen ze daar nog niet meteen het nut van in. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat ik niet zo goed begrijp wat nu de bijdrage van deze maatregel is ten opzichte van de enorme beperking waar we al mee werken. Mensen komen in kleine clubjes hier, met z'n tweetjes, soms ook heel veel alleen. Mensen komen allemaal op de fiets uit de directe omgeving. Dus het is niet zo dat we heel veel reisbewegingen organiseren als bioscoop. We hebben even gehad dat het per regio bekeken werd. Ja, ik had toch heel graag iets meer van die soort van variëteit gehad. Ik ga nu nog even, want ik denk straks kan het misschien 2 weken niet. Nou, dan ga ik hem aanzetten. Ik hoop dat de bioscoop het overleven. Maar ik snap heel goed de maatregel. Ik denk zeker regio Dordt, Rotterdam breidt het best al uit. En alle beetjes helpen. Ik weet niet of het echt bijdraagt, maar we moeten het met z'n allen doen. Het zal echt wel op het randje lopen blijven. En dan ook op je tenen. Corona gaat ons er niet onder krijgen. En ook de bibliotheken gaan weer 2 weken dicht. En voor de vestiging hier achter me in Stadspolders is dat wrang. Want die is pas 3 dagen open op de nieuwe plek. Veel mensen komen daar nog snel even boeken halen en brengen, merkte mijn collega Alexander Eleveld. Mevrouw, bent u nog een beetje boeken aan het verzamelen voor de lockdown? Ik moest ze vandaag toevallig inleveren en ik denk, nou, dat is een mooie gelegenheid om weer een aantal nieuwe boeken mee te nemen inderdaad. Ja, dat klopt, ja. Althans meer voor mijn kleine. En wat vindt u van dat de bieb dicht moet? Dat is paradoxaal. Enerzijds begrijp ik het, anderzijds niet. Het is ongelooflijk hoeveel mensen er binnenkomen, allemaal gestructureerd natuurlijk bij de voordeur, om eventjes hun boeken nog te wisselen voordat de lockdown in werking gaat. Dat is echt, we weten niet wat we meemaken. De nieuwe bibliotheek in Stadspolders is nog geen week open. Klopt. Door de nieuwe maatregelen, wat vindt u ervan? Nou ja, kijk, dat we dicht moeten is natuurlijk heel erg jammer. Maar ja, als het moet, dan moet het. Dus daar gaan we sowieso erop in. Maar inderdaad, we zijn net 2 dagen open geweest. Het is de 3e dag. En dat is gewoon heel erg jammer. Nou, ik heb eigenlijk voor het eerst gewoon allemaal handwerk tutterboeken gehaald. Want daar heb ik nu meer tijd voor, omdat ik veelal thuis zit. En over de oorlog en gewoon interessante boeken. Dus lezen is sowieso leuk. Buitenlezen wordt een beetje lastig met deze temperaturen. Maar een lekker kopje thee erbij, kaarsje aan. Maak het gezellig thuis. Ja, de cijfers moeten omlaag hier in Dordrecht en omgeving. Eigenlijk al binnen een week. Want in het ziekenhuis bijvoorbeeld is het veel te druk met COVID-patiënten. Lukt dat niet, dan staat Dordrecht een extra pakket met strenge maatregelen te wachten. Komt het goed met Dordrecht? Ja, natuurlijk komt het goed met Dordrecht. Net zoals met Rotterdam. Bedankt. Oké. Graag gedaan. Fijne dag.